En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe video. Zoals ik jullie al in de community post had verteld, is het tijd voor een nieuwe career mode serie. En Mark van Bommel tekent dus bij Union Berlin. Als jullie natuurlijk de community post volgen, heb ik ervoor gekozen om uiteindelijk meerdere FIFA career mode series te doen. Omdat FIFA Career Mode door jullie, redelijk goed wordt ontvangen. Oké, het is natuurlijk niet goed genoeg voor een 1K YouTube kanaal, maar weet je wat, dat boeit ons niet. Dit zijn de settings. Union Berlin is natuurlijk een redelijk goede ploeg in de Bundesliga. Althans, ze spelen in de Europa League in het echt tegen Ajax. Als jullie deze video zien, dan is dat ook op de dag dat Ajax tegen Union Berlin speelt. De eerste ontmoeting tussen hun werd 0-0. En dat heeft niks te maken met deze career mode, want Union Berlin is altijd al een leuke club geweest, vind ik zelf. En daarom dacht ik van, laten we er eens een career mode mee gaan starten. En eens kijken of we onze visie erop los kunnen laten. Althans, de visie van Mark van Bommel natuurlijk. Want die wordt de nieuwe hoofdcoach van Union Berlin. Want daar is hij dan. En Union Berlin is daar hartstikke trots op. Want Mark van Bommel was natuurlijk een grote naam in de voetballerij. Althans, hij heeft redelijk veel bereikt. En natuurlijk het hoogtepunt in 2010 waarin hij de WK-finale wist te halen. Oké, in deze video gaan we vooral het team tot stand brengen en de voorbereiding spelen. In de volgende video gaat de Bundesliga beginnen. Dus we gaan eerst spelen scouten en dan zie ik jullie bij de eerste aankoop. De eerste aankoop die het team kon versterken is de transfervrije speler. Dat is Bukari. Een redelijk snelle rechtsmidden. De scouts vonden hem prima. Althans, Mark van Bommel vond zijn stats prima. Om eens te kijken wat zijn rating is daadwerkelijk bij Union Berlin. Hij wil 10.000 misschien wel verdienen. Een tekenbonusje en nog wat anders. Dat accepteren we natuurlijk allemaal. En de vraag is natuurlijk, is dit dan ook een goede transfer? Hij kan op rechts midden en in de spits spelen. Is een redelijk snelle speler. En we hebben een A-prijsbeoordeling gehaald. Hij is 70 rating. Dan is hij vaak 69. Deze Thomas is ook een interessante. Maar ik zie hier iemand 24 jaar. En dat is Alex Vega. Die is al redelijk hoog. En is nog maar 24. Dus misschien dat je daar ook nog wat mee kan doen. 20 miljoen, daar kunnen we straks in plaats van ook nog transfervrije spelers halen ook nog even wat geld uitgeven. Dat gaat ook gebeuren, maar eerst wou ik deze twee spelers sowieso even binnenhalen. Omdat ze best belangrijk kunnen zijn in het team. Ik ben iets te laag. Dan noemen we dit. Prima, Alexis Vega. Volgens mij wel een redelijk bekende voetballer in Mexico. Maken we Union in Mexico ook een beetje populair. We hebben een A-prijsbeoordeling. En hij is gewoon even rustig. 80 rating, jongens. Een geweldige aankoop. Althans, volgens mij is hij 76. Maar volgens mij klopt dit niet. Even kijken. Hij is 79. Het kan. Hij wordt dus nog in de 80. Die kunnen we straks even lekker doorverkopen. Deze opstelling vind ik trouwens ook niet fijn. Ik wil eigenlijk met buitenspelers spelen. Want dat ben ik natuurlijk eigenlijk altijd gewend geweest. Misschien dat we dit kunnen gaan spelen. En dan moeten we eigenlijk... de selectie moet sowieso even wat anders opgesteld worden. Maar even kijken. Bukari kan in de spits eventueel... Becker staat daar niet prima. Dus kan Becker nog meer spelen hier? Hij moet in de spits. Dus dan heeft Bukari echt even pech. Alhoewel Bukari ook aan deze kant kan spelen. Roussillon, die speelt hier ook. Doekie speelt hier ook. Die zetten we daar neer. Trimmel, we moeten nog even op zoek naar een redelijke back. Maar daar komen we vanzelf wel bij. Wil jij dit? Ja, dat wil hij. Oké, we zijn nog op zoek naar een kam. En die gaan we dus nu even opzoeken. Op dit moment kregen we trouwens ook een melding binnen dat Ajax geïnteresseerd zal zijn in Trimmel. Dat wil ik best even in onderhandelen. Want misschien dat wij voor Ajax wel even een ander spelletje weer kunnen krijgen. Ik wil eigenlijk een jong spelletje van Ajax hebben. Even kijken. Wat een beetje haalbaar is. Het is een rechtsback waar ik dan zeg maar afscheid van neem. Dus dan is het
Het is niet echt wenselijk dat ik er eigenlijk eentje krijg. Anders gaan we hem gewoon wegdoen voor dit bedrag. Nee, we gaan hem gewoon wegdoen. Ajax heeft ook niet zo heel veel. Laten we er 4,9 van maken. Mooi, 4,9 miljoen voor Trimmel. Die gaat dus weg. Dan moeten we er sowieso een nieuwe voor kopen. Nou, dat wou ik eigenlijk doen. Daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Ik ben nog op zoek naar rechtsback. Ik heb 7 uitgekeken, maar die wordt nu uitgeleend aan onze concurrent Hertha. Dus dat wordt hem niet. Xavi Simons is gewoon te duur. Mijnans is nog net iets te laag rating dan ik had gehoopt. Dus de zoektocht blijft doorgaan. De eerste rechtsback gaan wij kopen van Norwich City. Deze kost ongeveer 6 miljoen, dus ik wil er ook eigenlijk 6 miljoen voor betalen. Een doorverkoopclausule, nou ja, dat accepteer ik dan. Maar Max Arons is een prima aanwinst voor een club als Union Berlin. Ja, een jong talent, nog maar 22. Hij wil belangrijk. 5 jaar wil ik hem onder contract hebben, want als hij nog zeg maar niet hoog genoeg rating is, dan kunnen we hem zeg maar nog verhuren. Want het is een 2-jarig plan waar we nu mee bezig zijn. Oké, ja, dat is ook goed. Maar ik denk dat het een aanwinst is die direct in de basis komt. Max Arons van Norwich City naar Union Berlin. 6 miljoen vind ik te doen. In de League 2 wordt er goed voetbal gespeeld. Nou, een B-rating is prima. En hij is 74 rating, dus het is gewoon een basisklantje. En dat is heerlijk. Dan waren we dus nog op zoek naar die ene Kam. Nou, ik had gehoopt dat hij erop kon spelen, maar hij heeft helaas een alternatieve positie van een LVA. Dan kwamen we deze jongen tegen. Kost ook niet heel veel geld, 4,4 miljoen. Heeft best wel goede statistieken als je het aan mij vraagt. Alleen zijn schieten is wat laag, maar voor de rest zijn versnelling, lenigheid. Maar ja, als 10 moet je ook wel een beetje voor de goal komen. Dus ik denk van ja, een beetje routine zou ook wel handig zijn. Dus dan kon je voor deze Hofman gaan, maar ja, die is simpelweg nog te duur. Dus ik denk van ja, Stindl dan misschien. Is 78, is al bezig met aftakelen. Dus ja, misschien kunnen we deze jonge broekie gaan kopen. Maar ja, 4,4 miljoen. Ik weet het niet, hij wil ook niet verhuurd worden. Dus nog even afwachten wat het scoutingverslag van hem gaat worden. Wij gaan in tussentijd de eerste wedstrijd spelen. Dat gaan we dus doen met een opstelling waar mensen waarschijnlijk het niet eens mee zullen zijn. Ik zie opeens dat Becker weg is. Waar die heen is, geen idee. Is er een afkoopclausule betaald zonder dat ik het weet? Even kijken. Becker is verkocht. Voor het bestuur van 21 miljoen aan je huidige transfer. Oeh. In dat geval kunnen wij wel anticiperen op het vertrek van. Hoe staan we er nu voor? 39 miljoen. Daar kunnen we wel even een leuk spitsje van kopen hoor. Even kijken. Wie hadden wij eigenlijk normaal in de spits staan? Helemaal niemand. Wat ik echt nou denk van nou, daar gaan we even wat doen. Ik heb namelijk wel een spitje in gedachten. En dat is die van 11 miljoen. Dat is die van Blackburn Rovers. Brereton Diaz. Heeft een aardige versnelling in de benen. En is ook wel dodelijk voor de goal. Dus we gaan het gewoon neerleggen voor de spits. Hij heeft nog hele grote doorgroeimogelijkheden. Dus we bieden gewoon 12 miljoen. En dat is akkoord. Mooi, dan kunnen we als Union Berlin ook beschikken over hem in de voorbereiding. Dat is altijd lekker, wel belangrijk. Een 5-jarige deal. En dan kunnen we namelijk nog ook wat geld neerleggen voor die 10. Want ja, die is ook nog steeds belangrijk. Die zoeken we dus ook nog steeds. Ik twijfel nog steeds een beetje. Maar ik wil het scoutverslag dus afwachten van die Freiburg-speler. Nou, we hebben Brereton Diaz, 75 rating. Is gewoon prima. Mijn doel is binnen 2 jaar Champions League halen. Of dat haalbaar is, ja, moeten we maar afwachten. Het ligt er wel aan wat we dit seizoen gaan doen in de Bundesliga. Dus er moet gewoon best wel wat geld uitgegeven worden om het haalbaar te maken. Maar daar komen we ook wel ergens. Oekari kan ook aan die kant spelen, maar ik denk dat zijn kracht meer aan deze kant ligt.
Tordesby kan hier simpelweg niet spelen. Dat is een beetje jammer, maar eigenlijk wel te verwachten. Even kijken, want hier zitten vaak ook nog wel redelijk wat goede spelers. Doekie hoort daar niet te staan. Roussillon hoort daar te staan. Jij kan dit denk ik niet. Nee. Oké, we hebben twee tienen nodig. Nou, eentje. We kunnen tijdelijk deze twee er wel even neerzetten. Misschien dat hun wel bevallen. We gaan de eerste wedstrijd in ieder geval spelen tegen Freiburg. Klopt dat? Nee, Celta de Vigo, sorry. Hoe kom ik bij Freiburg? Die zitten natuurlijk bij ons in de competitie. Vega start, Bukari start, Barrerton, Diaz en Arons. Dat zijn natuurlijk de vier nieuwe aanwinst van ons team. En eens kijken hoe die het doen. Mark van Bommel dus, de eerste indruk moet onder de supporters wel goed zijn. Want ja, hij doet wel tenminste wat aan het team. Nou, zijn ze denk ik in Berlijn al om heel erg blij mee zelfs. Oké, we gaan gewoon beginnen. Celta de Vigo is natuurlijk best wel een goed team. Maar ja, wij spelen Europa League voetbal. Dus Union Berlin zal zeker van dit soort teams moeten kunnen winnen. Een beetje zijn eigen acties. Slecht ingestapt bij mij. Maar deze gaat er never nooit in. Onze keeper heeft hem. Celta de Vigo wel beter. Wij hebben dan geen kans gecreëerd. Maar sinds onze tactische omzetting is er wel hoop. Dit is dan weer niet hoopgevend. Dat Vega überhaupt niet de linies opzoekt. En daar is de 1-0. Daar is dan de 1-0 van Celta de Vigo. 1-0 voor Celta de Vigo. De La Torre. Die kennen we volgens mij. Volgens mij heeft hij ook in de Eredivisie gespeeld. In ieder geval is dit niet wat we willen. En moeten we proberen op zoek te gaan naar de goal. Maar Bukari ervoor zorgen dat hij naar de positie van Brereton Diaz loopt. Want dan kan hij schieten. En dan is dit de eerste kans. Van Bukari. Misschien had hij hem af moeten leggen, misschien ook niet. Aan ons team, want dan had hij hem misschien binnen kunnen schieten. Maar wij kozen ervoor om met Bukari te schieten. En daar is dan een geweldig doelpunt van Celta de Vigo. En dan staat het toch 2-0. En dat is niet wat we helemaal in gedachten hadden. Larsen maakte er 2-0 van. Barrett Diaz op onze 10 en die schiet hem en voor Diego Alves. Zo ontstaan er kansen voor Union Berlin. Oh, en zo al helemaal niet. Weet niet wat daar die man bezielde. In ieder geval ontstaan er kansen, want dat ontbrak het wel heel erg grotendeels aan. In ieder geval staat het 2-0. Kunnen we er direct even voor zorgen dat Khedira misschien aan deze kant wil spelen of dat niet kan? Oké, dat wil hij niet. Dat is duidelijk. En wil ik Baumgartel even uitproberen. En hetzelfde geldt voor Kaiju. Jij kon dat niet, dus hoeft niet. Wat is je idee? Griebelman. Wacht even, voordat ik dat wil. Ja, laat maar. Hij heeft geen snelheid, dan wordt het hem niet. Baumgartel er dus nu in. Een geweldige bal, Brereton Diaz. Alleen kan hij niet schieten. Althans, nou ja, hij kan wel schieten. Alleen de verdediging van Celta de Vigo.
Oukari neemt direct goed de bal mee. En afleggen op Berton Diaz. Die schiet maar gewoon eens. En dan is het 2-1. Bal meenemen en Union Berlin terug in de wedstrijd. Het was uiteindelijk niet Brereton Diaz die hem binnenschiet. Het is uiteindelijk onze 10. Ik dacht dat het Brereton Diaz was, maar die ziet er natuurlijk totaal anders uit. En zo staat het in ieder geval 2-1 voor Union Berlin. En dan werkt deze omzetting toch. En is het Harper die hem binnenschiet. En die 2-2 moet er gewoon echt in. De bal had tegen Roussillon aangeschoten. En zo probeert Celta de Vigo de aanval op te zoeken. En sterker nog, die vinden ze met heel veel geluk. En dan is daar de 3-1. En is dat ook per direct de nekslag voor Union Berlin? Althans, dat zou je denken. Of kan Union zich nog één keer oprichten om die 3-2 te gaan maken? Dat gaan we zien. Of ze dat kunnen. Nou ja, niet onder Roussillon, want die geeft de bal zomaar weer weg. En daar Solari. En dan wordt de bal toch weer weggewerkt. Boukari. Voor Roussillon. Oh, en die... Dit was een hele slechte aanval van Union Berlin. Sterker nog, daar komt Celta de Vigo weer. Daar zijn ze weer. En daar was dan bijna nog de 4-1. Aanvallend gezien loopt het echt als een tierenlier, maar verdedigend is dit nog wel een ding. Dus eigenlijk de bedoeling dat we nu ondersteuning krijgen, maar het gebeurt niet echt. Dus we moeten maar weer draaien en dan uiteindelijk... Gaat hij er nu wel in, maar het is helaas te laat voor Union Berlin. Het is Brereton Diaz die zijn eerste doelpunt maakt in het shirt van Union Berlin. Dat is dan nog het enige goede nieuws aan deze wedstrijd. Maar het is een beetje jammer met hoe de stand nu staat. 3-2, maar 3-3 gaat het denk ik niet meer worden. Of het zal een hele grote wanprestatie moeten zijn, maar de tijd gaat iets te snel daarvoor. Dus 2-3. Op zich denk ik dat we prima hebben gevoetbald. Alleen merk je wel dat we nog aankopen nodig hebben. Vooral op de teampositie, we komen daar echt tekort qua snelheid. En als je deze opstelling wil spelen, heb je gewoon een snelle 10 nodig. Heb je gewoon een hele snelle 10 nodig. Nou, ik hoop dat als we kalenderskip doen, dat we groen licht krijgen. Dat we tegen Nottingham Forest kunnen beschikken over de Freiburg spelen. Want daarom was ik dus zo in de war. En anders gaan we hem gewoon kopen. 73 rating. Wat waren zijn stats ook alweer? Ah, hij is gewoon echt bloedje snel. Alleen het schieten, dat moet nog even een dingetje. Maar wat is op dit moment de huidige rating van onze teampositie? Ja, die gaan we halen. Koste wat kost. Oké, deze gaan we kopen. 4,4 miljoen. Dat gaan wij ook maar even bieden. Zullen we 5 miljoen doen? Ja, 5 miljoen. Willen jullie hem erbij? Nou, je mag hem hebben, hij is toch oud. Als jij hem er graag bij wil hebben, mag jij hem bij hebben, joh. Even kijken. Voor de rest, ja, onderhandelen natuurlijk nog. Cruciaal is, wordt hij natuurlijk blij van een 5-jarig contract. Dat willen wij ook. Nee, ik wil geen afkoopclausule als jullie het niet erg vinden. Wil je dit verdienen? Dat is een redelijk aanbod. Dat is mooi. Zo heeft Union Berlin er dus weer een speler bij. En dat is dus nu een wat snellere 10. Dus we hebben eigenlijk bijna niks uitgegeven aan deze speler. Het is een C. 73 rating is gewoon prima. Uiteindelijk wil ik nog wel even kijken naar een andere 10. Maar... ja, dat is voor latere zorg. Deze gaat er gewoon simpelweg uit. Want ja, het is gewoon net niet goed genoeg. Deze moet sowieso op de bank zitten.
Kan jij hierop spelen? Nee, oké. Okay. We hebben dus sowieso nog even een center mid nodig en zo. Maar ja, daar ga ik jullie niet meer lastigvallen. We zien jullie bij de volgende aankoop. Nou, zoals we dan zien we dat 9 miljoen prima is en 2,3 miljoen. Want deze twee spelers zijn gewoon aan het einde van hun latijn. En die worden straks toch minder waard, gaan aftakelen. Dus ik denk dat het beter is dat we hun gaan verkopen. Oké, we gaan dan de volgende wedstrijd spelen tegen Nottingham Forest. Een Premier League club. Op zich best wel interessant om te kijken of we kunnen tegen een Premier League club. En ook wel nieuwsgierig wat onze nieuwe team natuurlijk zou kunnen. In de volgende wedstrijd hoop ik onze volgende aankoop te kunnen introduceren aan jullie. Maar ja, het is even wachten hoe lang de scouting duurt van bepaalde spelers. Want ja, ik hoopte eigenlijk dat ik nu al een aankoop kon presenteren. Maar ja, de scouting verloopt even iets anders dan ik wil. Gespeeld. Hier is de verdediging niet wakker van Union Berlin. En dan kan Avoni zo doorlopen. En dan is het 1-0 voor Nottingham Forest. Hier in Forest of waar dit ook maar gehouden mag worden. Op zich ben ik blij met de aankopen. Alleen merk je wel dat onze verdediging gewoon nog echt te traag is. Dus we moeten proberen snelle verdedigers te gaan kopen. Daar zijn een paar van op de radar. Wie dat zijn, dat ga ik jullie nog niet vertellen. Maar het zijn in ieder geval zeker aanwinst voor de club. Oh, en daar gaat hij weer hoor. Hij is echt te snel voor de verdedigers van Union Berlin. En dan staat het ook al gewoon rustig 2-0 voor Nottingham Forest. Ja, daar sta je dan wel even van te kijken. En zo moet je weer gaan voetballen, maar ja. Zo, die werd me even een partijtje weggebeukt. Williams. Roussillon. Oh, veel te wild. Ja, daar is dan niet de goal. Ja, nu wel. 3-0. Ja, het is gewoon echt slecht verdedigen. En dan schiet Dennis binnen en dan staat het gewoon rustig 3-0. Ja, dan moet je maar hopen dat het goed komt. Dat gaat het niet, maar ja. Alhoewel ik wel echt van mening ben dat het team wel mee kan komen in de Bundesliga. Hoe raar dat ook klinkt. Fijn dat Pantovic wordt geholpen. Helemaal niet. Nou ja, 3-0. Ja, het is gewoon simpelweg het resultaat van elkaar niet helpen, afspraken niet nakomen. En in de verdediging ja, loopt het ook niet heel erg soepel. En we hebben gewoon wel een probleem met dat we geen brede selectie hebben. Dus heb je een blessure, ja, dan ben je aan die kant ook gewoon direct alles kwijt. Alle kwaliteit. En dit komt dan nu een beetje door vermoeidheid. Vooral in de verdediging. Ik kan wel gaan wisselen, maar ik denk niet dat het heel veel effect heeft. Er hoort uit te kunnen spelen, ik wou net zeggen. Ja, aan die kant. Jij kan daar ook spelen. Ja, dan zeker hier of zo. Nee, ook niet. Nou, dan kom jij erin. De veel van het groeien. En daar is dan de 4-0. En dan gaan we ook wel liever. Dan heeft het ook weinig zin. Ga naar de uitslag. Nou, dan wordt het nog 5-2. Op zich prima. Oké, nou, dan hoop ik aan jullie straks nog een spelertje te presenteren. Dus dan zie ik jullie zo weer. Oké, we hebben uiteindelijk een spelertje op de radar. De scouting is uiteindelijk niet gekomen, maar we gaan hem gewoon halen. Het is Jermaine Saint-Juste. En natuurlijk een snelle verdediger die we voor 11 miljoen kunnen ophalen bij Sporting. 11,6 miljoen. Ook goed. Zo, prima. Heeft uiteindelijk een potential van 80 rating. Dus ik weet niet hoeveel hij nu is, maar dat gaan wij zo zien als we met hem gaan praten over zijn toekomstige transfer naar onze club.
Volgens mij is hij 76, maar hij wil belangrijk, maar het wordt uiteindelijk een cruciale rol voor hem. We willen een 5-jarig contract sluiten. We willen iedereen zo lang mogelijk vasthouden. Aangezien, ja, we zijn natuurlijk bezig met een groot doel bij Union Berlin. En eigenlijk zijn we nog een snelle centerback nodig. Dus die gaan we ook nog even proberen op te zoeken. En uiteindelijk is voor 2,3 miljoen hij ook weg. Hij is voor 9 miljoen weg. Dus uiteindelijk is deze transfer ook weer helemaal betaald door hun eigenlijk. Maar zo staan wij er financieel gewoon echt goed voor. 11,6 miljoen voor Jermaine Saint-Juste. Natuurlijk kennen we allemaal Nederlander. En hij is ook een 76 rating. Dus daar ben ik blij mee. We hebben de eerste centerback binnen. En ja, die is direct ook al ietsje beter dan een Doekie. Want kijk, de snelheid van Doekie is wel om te houden. En die van Saint-Juste is gewoon goed. Dus ik zie je bij de volgende transfer. We gaan een wat oudere keeper halen. Talavera. Een Mexicaan, al 39 jaar, maar is beter dan onze huidige keeper. Althans, daar ga ik wel vanuit. Hij wil waarschijnlijk geen 4-jarig contract tekenen. Nou, dan kiezen wij voor 3 jaar. Deze keeper zal ongetwijfeld gaan stoppen. Hij heeft ook totaal geen restwaarde. Maar hij is nog steeds een prima keeper. Het is eigenlijk een Ochoa'tje. Alleen volgens mij net iets ouder. Helaas zijn we wel net naast Luis Chaves was ik ook nog mee bezig. Was ook een free agent. Maar die werd uiteindelijk voor Sevilla gekozen. Kijk, 78 rating. Gewoon prima. Had je idee. En onze huidige keeper was 77. Oftewel, ik heb er niet goed over nagedacht. Dat maakt niet uit. Hij mag even tussentijd gaan keepen. Oh. Is mijn controle leeg? Wat een goede voorbereiding weer, jongens. Ongekend. Even kijken hoor, voor de rest zie ik er... Want ik heb namelijk hier even een lijstje voor mij openstaan... welke spelers misschien nog handig zijn om te halen. Ik weet niet of deze op CM kan spelen, anders is dit een... Oh, deze kan ook op kamp. Oh, deze moeten we ook sowieso even op gaan pikken straks. Deze gaat dus op doel. Oké, dan ga ik jullie direct even laten zien wie ik bedoel. Ik hoop dat ik hem kan vinden... Ik hoop dat hij ook nog free agent is. Want dan hebben we echt oprecht een goede speler in huis. Maar ik vrees het ergste. Want we zitten al een tijdje in het seizoen. Althans nog een beetje aan het begin. Maar ik vrees het ergste nu al. En welke was het? Deze? Oh, hij is toch vrij mooi. Want deze kan op 10 spelen. Hij heeft op zich prima stats. Die snelle centrale verdediger heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Ik hoopte eigenlijk dat Alex Bangura daar kon spelen van Cambuur. Maar die kan alleen maar linksback. Hij wil een 4-jarig contract tekenen. Ik vind alles prima. Accepteren. Zijn salaris. Oh, daar hoef ik ook niet over te gokken. Accepteren, jongen. Geweldig gedaan. Carlos Rodriguez. Prima aankoopje als je het aan mij vraagt. Zo, deze is binnen in ieder geval. En dan alleen maar... Het is echt puur selectieversterking. Hij kan zelfs volgens mij op deze positie spelen. Ja, daar kan hij zelfs spelen. Want dan heb ik namelijk nog een leuk spelertje in gedachten. En dat is een Qatarese. En die is ook vrij. Die zag ik net nog staan. Ik heb hem volgens mij niet in mijn hub gezet. Nee. Maar wel een belangrijke speler. Kan ook op team spelen. Akram Afif. Is een LVA. Kan op 10 spelen. Is een vrije speler. Is ook nog maar 25 jaar. Dus die heeft zeker restwaarde voor het team. Moet even een goed jaar gaan draaien op de teampositie. Maar dan komt het ook zeker goed, ben ik van mening. Een belangrijke rol wilde je hebben. Op zich logisch. Maar ik wil er geen afkoopclausule in. Als je het niet erg vindt. Nee, dat moeten we niet doen. Ook goed. Zo komt Union Berlin toch een stap dichterbij zonder echt heel veel geld uit te geven. Zo, hebben we weer een betere speler binnen. En daar zijn we blij mee. Financieel gezien gaan we lekker 20 miljoen nog steeds om uit te geven. En eigenlijk wil ik nog eigenlijk wel een bengertje gaan kopen.
Maar dit is een prima... Oh, heb ik hier goed over nagedacht? Het antwoord is nee. Op het moment nog niet. Wel fijn dat Roussillon ook aan deze kant zou kunnen spelen. Dat betekent dat Aviv aan die kant kan spelen. En Vega kan daar spelen dan. Ja, maar Aviv vindt dit helemaal niet leuk, want hij is geen linksback, zegt hij. Oh, en daar kan Aviv wel spelen. Maar niet aan die kant. Waar ben je kwijt, jongen? Waar ben je helemaal kwijt? Nou ja, prima. Dan kan hij daar spelen. Dan zien we dat de selectie op zich wel aardig wel oploopt. Maar we moeten die banger nog kopen. Dus dat gaan we ook even doen. Nou ja, een banger zou het niet heel erg worden. Maar we gaan Kenneth Taylor kopen van Ajax. Hij is al zo'n 12,5 miljoen volgens deze website kosten. En als wij nou 12 miljoen bieden, zou Ajax dan heel erg boos worden. Of zouden ze blij zijn met het vertrek van Taylor? Ze zijn blij, want deze jongen heeft een potential van 86. Dus past goed in de lange termijnvisie van Union Berlin. En zou ook per direct in de basis kunnen, zodat hij kan groeien, accepteren. En zo hebben wij de eerste echt goede voetballer binnen. En dan wil er ook nog een tekenbonusje bij. Nou, hartstikke idee. Deze is binnen en is Union Berlin natuurlijk weer tevreden mee. En zo hebben we Ajax weer 12 miljoen opgeleverd. Hij kan op CVM en op CM spelen. Nou, we hebben toevallig een positie open waarvan ik denk, nou, die kan hij wel mooi opvullen. Want deze Rodriguez, leuke aankoop, maar doen we niks mee. Doen we zeker wel wat mee, want deze jongen is... Ja, denk wel bruikbaarder, maar ik denk dat we deze er wel goed in kunnen wisselen. Daar ben ik wel heel erg van overtuigd zelfs. Zo, nou, dan gaan we daarmee de laatste wedstrijd spelen van dit voorseizoen. Met deze selectie moet het lukken. Helaas hebben wij nog niet die snelle verdediger binnen. Volgens mij hebben de scouts ook nog niet meegeholpen om het verzoekje. Nee, want Bangura kan dat niet. Nee, nou, dan zie ik jullie bij de wedstrijd. Oké, dan zijn we dan aangekomen bij de wedstrijd tussen Union Berlin en Wolverhampton. Een belangrijke wedstrijd eigenlijk voor beide teams. Union speelt in de Bundesliga en Wolves in de Premier League. Dus dat is wel een verschil. Maar we hebben er weer heel veel nieuwe aankopen ingezet. Op de hoop dat het ook gaat functioneren. En daar was dan bijna de goal voor Wolverhampton. En zo komt daar Union Berlin weer goed weg. En daar wordt Brereton Diaz bijna weer gelanceerd. Brereton Diaz. En deze moet er wel in. En die gaat er dan ook in. Het is 1-0 voor Union Berlin. En zo schiet ook Brereton Diaz nu eindelijk een keertje weer binnen. Zijn tweede doelpunt in het shirt van Union Berlin. En ik ben nog steeds van mening dat deze spits heel enorm gaat werken. Hij kan nog enorm doorgroeien. En hetzelfde geldt voor Kenneth Taylor. Er is dus heel veel gekozen voor jonge spelers, maar ook wel voor ervaren spelers. Dus zoals de keeper. En zo heb je een mix daarvan. En een goed doelpunt. En zo sta je 1-0 voor tegen de Premier League club. En hopen dat we dit door kunnen zetten. En dus daar is de 1-1 van Wolverhampton. Dat gaat snel. Door Jimenez. Oh, Vega. Het was dan de bedoeling dat je vrij ging lopen, jongen. Dit is voor Union Berlin een spek met bonen wedstrijd. Want ja, je gaat niet door. Maar het is puur om het goede gevoel wel door te zetten na twee nederlagen. Om het goede gevoel eigenlijk te krijgen. Maar dat gaan we niet krijgen. Want ook Moutinho schiet de bal binnen. En zo staat het 2-1 voor Wolverhampton. Ook omdat Union Berlin na de 1-1 ook al enorm slordig begint te worden. En dat is niet wat we willen. En daar is Brereton Diaz. En daar was dan weer die mogelijkheid.
Wolverhampton heeft het daar echt moeilijk mee met Brereton Diaz. Want ook hier kopt hij bijna weer. Zo is de bal weer voor Union Berlin. Oh, maar Roussillon iets te slecht met de ingooi omgegaan. Ja, dan gaat het weer snel, hè. Ja, dan gaat het echt razendsnel. 3-1 voor Wolverhampton. Ja, als je zelf de kans niet afmaakt, dan maken de Premier League clubs er natuurlijk wel af. En ja, dat zien we hier maar weer. Dat is niet wat ik hoopte, want we kwamen toch nog wel knap op voorsprong. Maar ja, daarna is er ook niks meer van overgebleven. Daar is de 4-1. Ja, we staan totaal niet meer stabiel. En dat is wel enorm jammer. Hier ook. Waarom speel je de bal zo ver voor je uit? Deder met een hele slechte paas. Ik zie nog niet reden voor wissels. Alleen zie ik wel dat Aarons echt overleden is. Maar ja, dat geldt wel voor meerdere spelers zoals hij. En daar is hij dan bijna weer. Maar Brereton Diaz wordt nu een beetje uit balans gebracht. Sterker nog, dan werd er even goed weggedraaid. Maar dan is daar toch weer de kans voor Wolverhampton. Talavera. Oh, Vega in de fout. Ja, en dan leidt daar een centerback totaal niet op. En dan is het 5-1 voor Wolverhampton, helaas. En zo gaan we weer afsteven op een dikke nederlaag. Maar wel verdiend. Brereton Diaz heeft eigenlijk niks binnengeschoten, behalve dat ene doelpuntje. Weer makkelijk van de makkelijk laat kennen. Ja, er nog in bij Wolverhampton. Afif is snel. Afif is heel snel en scoort zelfs 2-5. Nou ja, dus we wouden eigenlijk de bal meenemen puur omdat er geen hoop meer is. Maar ja, omdat je dit nog wel kan verkleinen. Afif met een 2-5. Mooi debuut. Geweldig debuut voor Afif. Gaat deze er denk ik nog in voor Wolverhampton? Nee. Sterker nog, Brereton Diaz houdt hij dit? Nee. Dit was wel heel riskant, maar maakt niet uit. 2-5 verloren, ja. We waren kansloos dit voorseizoen. Maar ik heb ook goede dingen gezien, dus die gaan we in de Bundesliga denk ik wel tegenkomen. Alleen moeten we wel even leren afmaken, maar dat komt hoogstwaarschijnlijk wel goed. Daar heb ik vertrouwen in. Dit team kan zeker meer
dan wat we hebben laten zien. Oké, dan kijken we nog even of we wat kunnen verkopen. Is er wat belangstelling voor bepaalde spelers? Ik heb op dit moment nog geen idee. Daar komen we de volgende video anders ook wel achter. We hebben al 57 miljoen uitgegeven, dus het komt allemaal goed. Dames en heren, ik wil jullie in ieder geval graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet daarvan zeker niet op de duimpje omhoog te klikken en natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. Joejoe!